En het onderwijs moet volgens burgemeester Abu Talib de komende decennia de topprioriteit zijn voor Rotterdam, zegt hij in een interview met Politiek 010. De stad heeft nog steeds een achterstand op andere steden in Nederland. We halen het langzaam in, maar de hele samenleving in Rotterdam, het hele onderwijsniveau moet echt centimeters omhoog de komende jaren. Dus als ik het in mijn eentje voet zeggen zou hebben in Rotterdam en ik zou 10 euro weg te geven hebben... Dan gaat de eerste euro naar het onderwijs, de tweede naar het onderwijs en de derde naar het onderwijs. En dan pas ga ik andere beleidsterreinen beoordelen. Het is zo cruciaal voor de toekomst van deze stad dat het onderwijs goed geregeld is en dat het van kwalitatief goed niveau is. Vanwege de veranderende economie en energietransitie moeten veel mensen ook opnieuw de studiebanken in. En het is niet alleen het basisonderwijs, het beroepsonderwijs en het fundamenteel onderzoek wat er nodig is, maar ook een vorm van permanent leren omdat heel veel mensen denken dat ze op hun 28ste klaar zijn voor de samenleving. Maar de komende decennia zal blijken dat de kennis van twee, drie jaar geleden obsoleet oud blijkt te zijn. En dat je opnieuw moet leren. Onlangs wist de burgemeester na een intensieve lobby 50 miljoen extra voor het onderwijs in Rotterdam binnen te halen bij het Rijk. Morgen veel meer in Politiek 010 op TV Rijnmond.